Welkom alweer bij week 5 van de les juridische informatie en documentatie management. Vandaag gaan wij ons bezighouden met de ADW. Dat is de Algemene Databank Wet en Regelgeving. Ik zal jullie even heel kort vertellen hoe de les vandaag uitziet. Ik ga even heel kort jullie wat over die databank vertellen. Vervolgens ga ik ook nog even wat laten zien op de computer met de beamer. En dan kan je even kijken hoe je nou precies het beste kan zoeken in die databank. Vervolgens gaan jullie rustig zelf aan de slag. Ga bezig met opdrachten zoals je die moet maken die in het boek staan. Zal ik straks allemaal nog vertellen wat dat dan is. En dan vervolgens ga ik gewoon even rondlopen en dan kan je gewoon vragen stellen als je ergens niet uit mocht komen. Tot zover vragen. Of is alles helder? Voor vandaag dus Algemene Databank Wet en Regelgeving heb ik eventjes, omdat ik de PowerPoint of de computer ergens anders wil gebruiken, heb ik de PowerPoint even op een stencil gezet. Dus pak er één af als je wil en geef hem vervolgens even door. Algemene Databank Wet en Regelgeving, die bevat de complete teksten van de thans geldende Nederlandse wet en regelgeving. Ik ga gewoon maar eens even die databank erbij halen, die ADW. Dan kunnen we allemaal zien waar we hem kunnen vinden. Dan gaan we naar www.bib.hva.nl. Dan gaan we naar de... dan kom je bij die digitale mediatheek en dan ga je naar de rechtenportal toe. Dan vervolgens zie je rechtsboven in je beeld zie je Kluwer Juridisch en Overheid staan. Die klik je dan aan. Nou, dan vind je vervolgens vind je alles oké en ja en prima. Dus dan klik je gewoon allemaal door. En dan kom je hier terecht. Algemene Databank Wet en Regelgeving. Zoals jullie hem daar op de PowerPoint zien staan. Onder andere kan je zeggen wetten. Algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Ik heb het nu over sheetje 2 van de PowerPoint. Nou, daar kan je wetten, weten we natuurlijk allemaal wat dat is. Die algemene maatregelen van bestuur, ook wel AMVB genoemd of ministeriële regeling. Dat zijn termen waarvan je nu nog even moet weten dat ze bestaan en dat je ze nog niet precies hoeft te omschrijven. Dat komt allemaal later in de studie, komt dat nog terug. Weet wel dat een AMVB... in het Staatsblad wordt gepubliceerd en dat de ministeriële regeling in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Laten we maar eens gaan kijken naar de opbouw van zo'n regeling, hoe dat er nou precies uitziet. We gaan dan gewoon maar eens in, en jullie kunnen meekijken via de beamer. Ik ga gewoon maar eens kijken naar de Algemene Wet Bestuursrecht. Vervolgens ga je zoeken. Daar vindt hij één document. Dat is logisch, want er is maar één Algemene Wet Bestuursrecht. En daar zie je dan bijvoorbeeld, hè, dat staat op sheetje 3, zie je dan staan schutblad, aanhef, artikel, ondertekening en bijlage, als je kijkt naar de opbouw van de regeling. Ik stel voor dat we gewoon aan het werk gaan. Staat achterop hoe je er moet komen, dus www.bib.hva.nl, die rechtenportal aanklikken, dan ga je naar Kluwer en vervolgens zie je dan die ADW-site. Dus ik zou zeggen, ga naar de computer toe, ga aan de slag, ik loop rond en je kan vragen aan mij stellen. Nou, dus laten we prijsjes proberen. Ja, dus boeken en prijs. 75 en 75.